Goedemorgen iedereen. Deze Lectio Divina van woensdag van de 15e week van tijd door het jaar is nog met het boek Exodus, het verhaal van Mozes. En we gaan een traject maken met het verhaal van Mozes in ons heilsverhaal. Het verhaal van de redding van het volk van Israël uit de slavernij van Egypte. En ik nodig u uit om het boek Exodus thuis te lezen en ook erover te mediteren. Misschien de voetnoten te lezen ook en zich te verdiepen in het woord van God in onze geschiedenis. Uit het boek Exodus. In die dagen hoedde Mozes de kudde van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian. Eens dreef hij de kudde tot ver in de woestijn, en kwam hij bij de berg van God, de Horeb. Toen verscheen hem de engel van de Heer in een vuur dat opvlamde uit een doornstruik. Mozes keek toe en zag dat de doornstruik in lichte laaien stond en toch niet verbrandde. Hij dacht, ik haar erop af om dat vreemde verschijnsel te onderzoeken. Hoe komt het dat die doornstruik niet verbrandt? De Heer zag hem naderbij komen om te kijken. En vanuit de doornstruik riep God hem toe. Mozes, Mozes, hier ben ik, antwoordde hij. Toen sprak de Heer, kom niet dichterbij en doe uw sandalen uit, want de plaats waar hij staat is heilige grond. En hij vervolgde, ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Toen bedekte Mozes zijn gezicht, want hij durfde niet naar God op te zien. Ook sprak God tot Mozes. Het geweeklaagd van de Israëlieten is nu tot mij doorgedrongen. En ik heb ook gezien hoe zich de Egyptenaren hen onderdrukken. Ga er dus heen. Ik zend u naar Farao. Hij moet mijn volk de Israëlieten uit Egypte leiden. Maar Mozes sprak tot God. Wie ben ik dat ik naar Farao zou gaan en dat ik de Israëlieten uit Egypte zou leiden? God antwoordde hem. Ik zal u bijstaan en dit is het teken dat ik het ben die u zendt. Als hij het volk uit Egypte hebt geleid, zult hij mij vereren op deze berg. Woord van de Heer, wij danken God. Het is de dag van de oproep van de Heer tot Mozes. God die spreekt door deze laaiende vuur, door deze vlammen, die deze doornstruik niet verbrandt. De aanwezigheid van God als een vuur die niet ons vernietigen, maar die ons opbrandt, die ons verwarmt. En hij gaat Mozes roepen, Mozes zal beantwoorden en hij gaat zeggen, het is een heilige grond, doe uw sandalen uit. God zou zich openbaren aan Mozes en zou ook een opdracht voor hem geven. Het volk van Israël te redden uit de gissing, uit de koninkrijk van de Egyptenaren. Want zij zijn onder druk. En het is een mooi zin. God heeft de geweerklaagd van de Israëlieten gehoord. Deze weeklaag
van de Israëlieten is tot God gekomen. En God heeft gezien hoe zij onder druk waren. God heeft de initiatief, neemt de initiatief om zijn eigen volk te redden. Psalm 103. Verheerlijk mijn ziel de Heer, zijn heilige naam uit het diepste van uw wezen. Verheerlijk mijn ziel de Heer, vergeet zijn weldaden niet. Hij is het die u schulden verheeft, die u geneest uit uw kwalen. Hij is het die u van de ondergang redt, die u omringt met zijn gunst en erbarmen. De Heer is rechtvaardig in al wat hij doet. Hij laat de verdrukten recht wedervaren. Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend. Hij toonde zijn werken aan Israëls zonen. Uit het Heilige Evangelie volgens Matthäus. Op zeker ogenblik nam Jezus het woord en sprak: Ik prijs u, Vader, Heer van de hemel en aarde, omdat Hij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kinderen. Ja, Vader, zo heeft het u behaagd. Alles is mij door mijn Vader in handen gegeven. Niemand kent de Zoon tenzij de Vader, en niemand kent de Vader tenzij de Zoon, en Hij aan wie de Zoon hem wil openbaren. Woord van de Heer. Wij danken God. Een heel kort evangelie van Matthäus, uit het evangelie van Matthäus. En deze lofprijzing van Jezus Christus, die prijst zijn Vader omdat Hij zijn geheim openbaart aan kinderen, aan mensen die involved zijn, aan mensen die op Hem toevertrouwen en niet aan verstandigen en aan wezen van deze wereld. En door Jezus Christus zal ook God zich openbaren aan willen kinderen. Op het Easterlezing, God heeft zichzelf geopenbaard door deze doornstruik in laaiende vuur. Maar door Jezus Christus kennen wij God niet alleen als een God ver in de hemel, maar als een Vader, als een persoon die zorg voor ons heeft, die dichterbij is, die wil ons leiden tot ons spreken, die wil en weer met ons wandelen, bewandelen. En Mozes was zeker de een van deze kleinen, van deze kinderen van God. Want als Mozes niet nederig en niet gekozen was, zou God zichzelf niet nooit zich openbaren aan Mozes. Hij heeft Mozes gekozen omdat Mozes klein en nederig was. En staat ook geschreven, hij was de nederigste man ter wereld. Een man die heeft tot God gesproken, gezicht aan gezicht. In de aanwezigheid van God, heel verschillende keer, heel vaak. En hij is deze nederig man. Die maakt zich niet groot, omdat God heeft hem gekozen als herder van Israël om zijn volk te redden. Maar die maakt zich klein, als een dienaar. En daarom zal God hem verheerlijken. Zal God hem ook redden. Zal God hem ook als een kind, een geliefde kind, opnemen in zijn armen, in zijn zorg. We zijn ook geroepen om deze kleinheid, die ook groot is in de ogen van de Heer, te beleven. God wil zich openbaren aan ons, maar Hij kiest de nederigsten en de kleinen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.